bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over mijn make-up kwasten. Ik krijg altijd heel vaak de vraag van Sarah, welke make-up kwasten gebruik jij? Wat gebruik je voor je ooglooks? Wat gebruik je voor je gezicht? Ondanks dat ik altijd in mijn video's vertel welke kwast ik gebruik, hebben jullie kennelijk toch behoefte aan een volledige kwastenvideo. Dus hier ben ik dan vandaag met een volledige kwastenvideo. Ik ga jullie vandaag precies vertellen welke kwasten ik gebruik. Ik gebruik eigenlijk altijd gewoon dezelfde kwasten. Als ik gewoon goede kwasten vind, dan hou ik me daar ook echt gewoon goed aan vast. Want kwasten spelen echt een hele grote rol in hoe je make-up eruit gaat zien. Vooral ook je oogkwasten. Je ooglook kan helemaal worden verpest als jij gewoon slechte kwasten gebruikt of de verkeerde kwasten gebruikt. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb echt een heleboel kwasten die ik gebruik. Heel veel verschillende kwasten. Dus ik ga jullie vandaag precies vertellen welke kwasten ik precies gebruik en ook waarvoor. En op deze manier hoop ik dat ik jullie een beetje vooruit kan helpen qua kwasten. Ook zal ik beneden in de beschrijving alle kwasten zetten die ik vandaag bespreek. Dus dat maakt het ook weer iets makkelijker voor jullie om deze kwasten te vinden. Dus als je deze video nu al leuk vindt, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Voordat ik begin zal ik even vertellen over deze make-up look. Want ik weet dat ik daar vragen over ga krijgen. Heel deze ooglook en alles heb ik gemaakt in de video waarin ik de Elf Mint collectie heb getest. Dus bekijk die video als je wilt weten hoe ik dit allemaal heb gecreëerd. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb een lippotloodje op van Juvia's Place. Dit is in de kleur Sweet Nothing. Maar deze is hier helaas niet te koop. Ik heb mijn lippen ingevuld met deze matte liquid lipstick van Pixi in de kleur Posh Nude. En daar overheen ben ik gegaan met deze lipgloss van Florence by Mills. In de kleur Magnetic Mills. Is een hele lichte nude kleur en die heb ik zo in het midden aangebracht. Oké jongens, dit zijn dan alle kwasten die ik echt altijd gebruik. Dit bakje heb ik van de AliExpress. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten. Is gewoon lekker goedkoop. Hier zijn vooral al mijn grote kwasten, al mijn gezichtskwasten. En hier zijn alle kleine kwasten voor mijn wenkbrauwen, ogen, etc. Dus ik zal jullie alles vertellen. Mijn kwasten zijn wel vies, dus let daar niet op. Want ik heb ze gewoon net nog gebruikt en zo, ja. En om ze helemaal te gaan wassen, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Oké, ik heb kwasten sets, maar ik heb ook een heleboel losse kwasten. Ik krijg ook best wel de vraag van wat ik adviseer. Een hele kwasten set of losse kwasten. Ik adviseer als basis, als je echt gewoon op zoek bent naar een heleboel basiskwasten, om gewoon een kwasten set in te slaan. Want dan heb je gewoon gelijk heel veel kwasten in één keer. Want als je al die kwasten individueel gaat kopen, dat kost jou gewoon heel veel. Dus ondanks het feit dat er in een hele kwasten set een aantal kwasten gaan zijn die je niet gaat gebruiken, kom je alsnog beter uit als je gewoon op zoek bent naar een heleboel kwasten in één. En daarnaast kun je dan altijd nog wat individuele kwasten erbij doen. Dat heb ik ook gedaan, omdat ik dan gewoon die specifieke kwasten nog moest hebben. Ik zal beginnen met de kwasten sets die ik heb. Ik heb er een aantal en mijn twee grootste kwasten sets zijn van Zoeva en van Pushisha. Ik heb hier de volledige ogenkwasten set van Zoeva. Zoeva is niet het goedkoopste, maar als je gewoon wilt investeren in goede kwasten, is Zoeva echt het merk voor jou. Deze kwasten zijn amazing, zijn echt letterlijk elke cent waard. En ik vind ook dat er niet heel veel onzin kwasten bij zitten, want dat heb je heel vaak in kwasten sets. En dat valt hier dus echt mee. Ze hebben ook een volledige gezicht kwasten set en echt een volledige grote set met zowel de oogkwasten als de gezichtskwasten. Als je echt op zoek bent naar echt een volledige set, dan raad ik die ook zeker aan. Maar ik heb alleen maar hun oogkwasten. En ik ben er echt super blij mee. Deze kwasten gaan super lang mee. Zijn gewoon super goede kwaliteit. Ik heb hier hun angled brush. Deze is echt ideaal als je een winged eyeliner wilt creëren. Deze gebruik ik vaak als ik dat wil doen met oogschaduw. Ik heb hier een kleine bullet kwast. Deze gebruik ik echt altijd voor mijn binnenste ooghoeken. Om daar een glanzende kleur aan te brengen. Ze hebben een platte fluffy kwast. Deze gebruik ik ook heel vaak voor in mijn crease. Ze hebben een grote bullet kwast. Deze gebruik ik altijd voor mijn oogschaduw primer. Ze hebben ook zo'n platte afgesneden schuine kwast. Deze gebruik ik altijd voor mijn wenkbrauwen om zo concealer mee aan te brengen. Ze hebben nog zo'n kleine bullet kwast, alleen die is iets groter. Deze gebruik ik ook altijd voor mijn oogschaduw als ik gewoon iets moet packen en echt gewoon goed zo moet aanbrengen. Dan hebben ze hier ook zo'n platte kwast. Deze gebruik ik vaak zo voor mijn onderste oogschaduw. Ze hebben een kleine fluffy kwast. Deze kleine fluffy kwast is best wel uniek, want bijna geen enkele kwastenset heeft zo'n kleine mini fluffy kwast. En deze gebruik ik altijd zo voor in de hoeken als ik gewoon een klein beetje moet aanbrengen. Deze kwast is echt een van mijn fave kwasten. Dit is de kwast 224. Alle kwasten zijn ook gewoon individueel
wel te koop. Dus dat is ook fijn. Zij hebben ook gewoon zo'n platte soort van dikke kwast. Deze gebruik ik ook voor mijn ooglid om kleurtjes daarop aan te brengen. Zij hebben ook zo'n dunne kwast. Ook ideaal voor eyeliner. En dan de grote fluffy kwast. Deze is ook echt mijn fave. Want hij is niet te groot, niet te klein. Hij is echt ideaal voor in mijn crease. Deze gebruik ik echt super vaak. Dit is de 228 kwast. Als je mijn video's allemaal al hebt gezien, dan heb je gezien dat deze kwast echt heel erg vaak wordt gebruikt. En dan nog deze mini mini platte kwast. Ook dit is een best wel unieke kwast. Zulke kwasten zie je ook niet vaak in kwastensets. Dit is de kwast 237. En deze is ook fijn voor alles wat gewoon heel klein is. Als je gewoon heel secuur moet werken, is dit echt gewoon een hele fijne kwast. Dus als je op zoek bent naar een goede ogenkwastenset, deze raad ik echt zeker aan. Super super goede kwasten. Ik gebruik ze echt al heel lang. En ze zijn nog echt in super super goede staat. En dat vind ik echt heel erg fijn. Dan de andere grote kwastenset die ik heb. En dat is de Pro kwastenset van Pussy Shop. Deze kost ook wel wat. Maar deze kwasten zijn zo goed. Deze had ik toen gehad in PR. En ik was echt impressed. Ik heb van hun alle kwasten gehad. Hun hebben net als Sueva een volledige ogenkwastenset. En ook een hele gezichtenkwastenset. En ook allebei samen. En ik heb ze gewoon allemaal gehad. Ik heb echt alle kwasten gehad. Maar ik gebruik niet alle kwasten. Dus ik ga jullie laten zien welke kwasten ik echt gebruik. Ook hier zijn alle kwasten individueel te kopen. Dus dat is ook toppie. Of je haalt ze gewoon in een set. Als je gewoon heel veel kwasten in één keer wilt. Ik heb hier hun hele hele grote fluffy kwast. Dit is de UP01 kwast. Deze gebruik ik als ik poeder wil over mijn hele gezicht. Dat hoef ik niet echt heel erg vaak. Maar vooral met mensen met een vettige huid. Die wel echt poeder aanbrengen over hun hele gezicht. Is dit echt een super fijne kwast. Want hij is lekker zacht. Hij is heel erg groot. En je bent gewoon heel erg snel als je deze gebruikt. Ik heb hier hun foundation buffer kwast. Dit is de UP04 kwast. Ook heel erg fijn als je gewoon je foundation wilt aanbrengen. Daarvoor is hij gewoon echt top. Ik heb hier hun blush kwast. Deze gebruik ik altijd voor blush. UP05. Super super fijne kwast voor blush. Heb ik ook vandaag gebruikt. Echt fantastisch. En hun bronzer kwast. Als er één kwast is van hun set die ik aanraad, is het deze bronzer kwast. Dit is UP02. Deze is ook echt fantastisch. Zoals je kunt zien is hij een beetje zo platjes. Hij is niet zo rond. Dus ideaal voor bronzer. Want je brengt dan bronzer heel gericht aan. Heel veel mensen brengen bronzer aan met zo'n ronde kwast. En dan komt de bronzer helemaal over hun hele gezicht. Dat is absoluut niet wat je wilt. Je wilt met bronzer heel gericht werken. Dus deze is daar echt ideaal voor. Dus deze is echt super fijn. Dus dit zijn de kwasten die ik het meeste gebruik van hun kwastenset voor het gezicht. En dan hun ogenkwastenset. Dit zijn de kwasten van die set die ik het meeste gebruik. Ik heb hier deze kleine bullet kwast. Lijkt op die van Sueva. Deze gebruik ik ook voor hier zo. Of voor op mijn neus als ik daar highlighter wil aanbrengen. Dit is de UP27 kwast. Heel erg fijn. Dan heb ik hier hun platte oogschaduwkwast. Ideaal om oogschaduwkleurtjes aan te brengen zo op je ooglid. Dit is de UP03 kwast. Dan hier hun grote fluffy kwast. Deze is echt heel erg groot. Ideaal voor mensen die heel veel oogoppervlakte hebben. Dit is de UP21 kwast. En deze is echt super fijn. Ook gaat hij best wel in een punt zoals je kunt zien. Dus de oogschaduw komt niet helemaal zo overal. Want hij is ook weer zo gericht. Dus hij komt echt waar jij het wilt hebben. Heel erg fijn. Want ik heb best wel veel oogoppervlakte. Dus als ik gewoon snel een kleurtje wil aanbrengen in mijn crease, gebruik ik vaak deze. Dan heb ik hier hun platte fluffy kwast. Ook heel erg fijn voor in je crease als je heel secuur wilt werken. Dit is de UP24 kwast. En dan heb ik hier ook nog hun platte en dan een beetje fluffy kwast. Hij is een beetje zo dik. Deze gebruik ik als ik niet een hele strakke cut crease wil maken. Als ik gewoon oogschaduw wil aanbrengen op mijn ooglid. Maar een beetje smoky, dan gebruik ik vaak deze. Dit is de UP30 kwast. Ook heel erg fijn. Dus dit zijn de kwasten die ik gebruik van die set. Heel erg fijn. Maar ik moet zeggen, ik raad echt die hele collectie aan. Echt hun pro kwasten. Niet hun andere kwasten. Echt hun pro set is echt fantastisch. Super, super goede kwaliteit. Dan heb ik hier een kwastenset. Die heb ik net. En die is wel limited edition. Dus die gaat weg. En dat is deze Morphe kwastenset van hun Sweet Oasis collectie. Ik heb een hele video gemaakt over die collectie. Het is een heel paletje. Kwasten, et cetera. En dit zijn dus die kwasten. En ik vind ze echt super, super fijn. Dus als je ze wilt hebben, het is een kleine kwastencollectie. Haal ze dan snel, want ze gaan weg. Ze zijn allemaal fijn. Ik heb hier deze iets dikkere kleine buffing brush. Heel fijn voor in je arcadeboog. Ik heb hier hun platte fluffy kwast. Ook fijn voor daar. Alleen is die iets meer fluffy. Dus die brengt iets meer fluffy aan. Deze kwast is echt de winnaar van heel deze collectie. Ik zou letterlijk heel deze kwastencollectie halen. Voor alleen maar deze kwast. Want deze is zo fijn voor als je een cut crease maakt. Echt fantastisch. Dat had ik toen ook gedaan in die video. Bekijk die video als je deze kwasten in actie wilt zien. Deze is
is zo ontzettend fijn, want hij heeft zo het perfecte formaat als je zo'n hele cut crease wilt maken. Dus deze is echt toppie. En dan heb je ook nog deze hele kleine mini kwast. Ook weer heel erg fijn als je gewoon heel secuur wilt werken. Dus daar is hij ook tof voor. Deze kwasten zijn echt fijn, maar nogmaals, ze gaan weg. Ik weet niet wanneer, dus haal ze snel als je ze wilt hebben. Dan voor mijn neus gebruik ik deze kwastenset. Dit is een kwastenset van Morphe in samenwerking met Brittany Baer. En dit is ook echt letterlijk een neuscontourset van haar. Zij staat echt bekend om hoe ze haar neus altijd contourt. Zij maakt hem altijd super smal. En toen is zij dus uitgekomen met deze kwastenset. En ik gebruik deze echt al jaren. Echt fantastisch. Het zijn 3 kwasten, maar die andere kwast gebruik ik niet. Ik gebruik er maar 2. Deze kwast gebruik ik altijd zo om de neuscontour aan te brengen. En de andere kwast gebruik ik altijd gewoon om het uit te blenden. Dus dit is de kwastenset die je altijd ziet in mijn video's als ik mijn neus contour. Oké, dit waren basically alle kwastensets die ik gebruik. Ik heb ook nog een heleboel individuele kwasten die ik gebruik. Dus die ga ik jullie ook laten zien. Als ik cream contour aanbreng, gebruik ik altijd deze kwast van OPV Brushes. Deze is hier volgens mij niet te koop, maar het is gewoon een stippling brush. En die heb je hier ook gewoon genoeg van andere merken. Het gaat er gewoon om dat het een stippling brush is. Deze is echt ideaal voor cream blush, omdat hij het gewoon zo perfect aanbrengt. Je kunt cream blush ook aanbrengen met je vingers. Dat doen een heleboel mensen. Ik persoonlijk vind het niet fijn om mijn make-up aan te brengen met mijn vingers. Dus ik gebruik altijd deze kwast. En hij brengt het echt zo ideaal aan. Deze is echt fantastisch voor cream blush. Omdat hij het niet heel gericht aanbrengt. Dus hij brengt niet heel veel blush aan in één keer. Hij brengt gewoon zo'n klein beetje aan. En hij blendt het ook echt zo top uit. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik heb deze kwast van hun gehad in PR. Maar OPV Beauty is een Engelse website. Je moet het dan helemaal vanuit Engeland bestellen. Dus ik zou gewoon een andere stippling brush bestellen. Die gewoon hier makkelijk te koop is. En dan heb je hem ook. Voor foundation gebruik ik ook al jaren deze kwast van Sigma. Dit is de F80 Flat Kabuki Brush. Hij is nou wel een beetje kapot aan het gaan. Ik heb hem echt al 3-4 jaar of zo. En hij is nog steeds best wel goed. Maar ik begin te merken dat de haartjes een beetje aan het losgaan zijn. Deze is duur, maar wel heel fijn. Want hij brengt het allemaal echt super fijn aan. Je krijgt ook helemaal geen strepen. En daarom vind ik hem echt heel erg fijn. Om mijn poeder eraf te halen als ik ga baken, gebruik ik altijd deze kwast. Dit is een kwast van Elf Cosmetics. En dit is een blush kwast. Maar ik gebruik hem niet voor blush. Ik gebruik hem altijd om mijn poeder eraf te halen. Want hij is zo het perfecte formaat. Hij is ook zo plat en zo gericht. Dus echt fantastisch voor hier. Kijk, hij is echt precies groot genoeg voor zo hieronder. En daarmee haal ik altijd mijn poeder eraf. Dus heel veel mensen vragen zich ook altijd af wat deze kwast is. Het is dus de Elf Blush kwast. En die had ik toen besteld bij Douglas. Dan heb ik hier deze kwast. Ik krijg ook heel vaak de vraag wat deze kwast is. Deze gebruik ik altijd voor mijn cream contour. Officieel is dit een foundation kwast van het merk New Standard. Maar ik vind hem echt ideaal voor cream contour. Want zoals je kunt zien, past hij zo hier zo perfect. Zo in mijn wangholte, of hoe het ook heet. Dus hij is echt geweldig zo om je cream contour uit te blenden. Ik heb hem ook gewoon vandaag nog gebruikt. Daar gebruik ik hem altijd voor. Echt fantastisch. Dan op de zeldzame momenten dat ik mijn neus cream contour, gebruik ik deze kwast van Morphe. Dit is de M572 kwast. Ik cream contour mijn neus niet heel vaak, maar als ik het doe, gebruik ik deze kwast. Zoals je kunt zien is hij zo plat en een beetje zo vierkant. Echt fantastisch zo om je neuscontour aan te brengen en om het uit te blenden. Het past echt zo hier zo precies op mijn neus. Dus daarvoor vind ik hem altijd heel erg fijn. Mijn highlighter kwast die ik echt letterlijk altijd gebruik is deze kwast ook van Morphe. De R36 kwast. Deze is echt gewoon fantastisch. Echt ideaal om het zo mee aan te brengen. Vandaag ook gebruikt. Heel veel mensen gebruiken hem ook. Dus deze raad ik jullie zeker aan. Dan heb ik hier een hele kleine bullet kwast van BH Cosmetics. Dit is de kwast nummer, ik zie niet eens, maar volgens mij was het 101. Maar alles is er al af. Deze gebruik ik altijd zo voor hier. Om ook schaduw zo aan te brengen op mijn onderste wimperrand. Zo'n kleine bullet kwast heb je ook hier overal te koop. Ook van andere merken. Want ik heb geen idee waar je deze precieze kwast nog kunt halen. Want ik heb hem al jaren. Maar zo'n hele kleine mini blender heb je echt overal. Je zou ook van Bougie Shop deze kwast daarvoor kunnen gebruiken. Als het maar gewoon zo'n kleine ronde kwast is. Dan is het ideaal voor de onderste wimperrand. Dan deze kwast. Dit is echt dé ideale kwast voor een cut crease. Ik kan niet zonder deze kwast. Hij is helemaal vies zoals je kunt zien door alle concealer. Ook vandaag heb ik hem gebruikt om deze cut crease te maken. Dit is de NYX Cosmetics kwast nummer 14. Is te koop bij Douglas. Echt ideaal perfect voor een cut crease. Hij heeft echt zo het perfecte formaat. Ik kan letterlijk geen
geen cut crease maken zonder deze kwast. Dan heb ik hier een platte kwast van de Pro Kwastenlijn van de Kruidvat. Echt hun eigen Pro Kwastenlijn. Dit is de nummer 05. Deze is officieel voor concealer, maar ik gebruik hem voor oogschaduw. En deze gebruik ik altijd wanneer ik oogschaduw zo moet pakken op mijn ooglid. Daar is hij echt ideaal voor, want hij is best wel dense. Hij is best wel hard. En dat is ideaal als je een glanzende kleur zoals ik vandaag heb wilt aanbrengen over je hele ooglid. Daar is hij echt top voor, want hij pakt heel veel pigment op. Dus daarvoor vind ik hem heel erg fijn. Gewoon te koop los bij de Kruidvat. Dan heb ik hier een hele kleine kwast van Sigma. Dit is de E06 kwast. Dit is een ideale kwast voor gel eyeliner. Gebruik ik niet heel vaak, maar als je houdt van zo'n gel, dan is dit een hele fijne kwast om zo'n mooie wing te maken. Voor de wenkbrauwen gebruik ik altijd deze kwast van ABH. Dit is de 7B kwast met een spoolie en zo'n plat afgesneden kwast. Deze gebruik ik altijd als ik inga met wenkbrauw pomade. En deze spoolie gebruik ik altijd voor mijn ABH Brow Freeze, voor mijn wenkbrauwhaartjes. Hij is ook zo helemaal wit, dat is dus dat product. En die gebruik ik zo om mijn haartjes omhoog te zetten. Deze kwast kost wat, maar is echt amazing. Vooral deze kwast is zo ontzettend dun, zoveel dunner dan een heleboel andere kwasten die er ook zo uitzien. Echt compleet je geld waard. Ik was echt in shock hoe mooi mijn wenkbrauwen werden toen ik deze kwast ging gebruiken. Dus echt amazing. En dat was het dan. Dat zijn alle individuele kwasten die ik gebruik. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn hele kwastencollectie. Alle kwasten die ik echt super vaak gebruik. Dus 3 kwasten sets en de rest allemaal individuele kwasten. Ik zal alles, tenminste zoveel als kan, ook beneden in de beschrijving zetten. Want dan is het makkelijker te vinden voor jullie. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video. Heb je nog vragen? Je mag ze gewoon beneden in de reacties stellen. Ik antwoord bijna altijd. Dus ja, je krijgt best wel snel een antwoord altijd. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!